Na een proefperiode op de verpleegafdeling longziekten heeft Franciscus Gasthuis het Eurlicens-systeem aangeschaft. Het systeem is een innovatieve technologie die verpleegkundigen ondersteunt. Zij kunnen hierdoor al in een vroeg stadium patiënten herkennen die dreigen te verslechteren. Het is een vrij nieuw systeem wat ontwikkeld is voor de wereldwijde markt. Wat in Israël met name bedacht is en vanuit Israël op de markt gebracht wordt. En in Nederland is het zo dat het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht de eerste pilot hiermee gedraaid heeft. Dat we daar goed naar gekeken hebben en dat wij, voor zover ik nu weet, het tweede ziekenhuis zijn in Nederland die overweegt om dat op grotere schaal uit te rollen binnen het ziekenhuis. De patiëntveiligheid wordt op meerdere manieren verbeterd. Je hebt ten eerste meer zicht op hoe het met jouw patiënt gaat. Je kan de hartslag heel nauw in de gaten houden. Je kan de ademhaling heel nauw in de gaten houden. Daarnaast kan je het systeem ook uitbreiden om bijvoorbeeld een saturatie bij een patiënt bij te houden. Het zorgt er eigenlijk voor dat zodra er een verandering plaatsvindt in de algemene gesteldheid van jouw patiënt, dat je dat veel eerder signaleert als dat je het wanneer je het early sense systeem eigenlijk niet hebt. In de vorige situatie zou je echt moeten observeren hoe het met je patiënt is. Dus moeten tellen hoe hoog de ademhaling is, moeten voelen hoe hoog de hartslag is. En het voordeel van dit systeem is dat het volledig draadloos is en dat je daardoor niet fysiek bij de patiënt hoeft te zijn om bepaalde waardes te kunnen meten. Er hangt een groot bord op de afdeling, je draagt een pieper bij jou en die beide dingen geven jou een signaal als er iets niet goed gaat met jouw patiënt. Dus je bent er eigenlijk veel eerder bij. En daarnaast is het denk ik een heel belangrijk item voor ons de bewegelijkheid van de patiënt in bed en het valrisico. Mm-hmm. We hebben toch in het ziekenhuis steeds ouder wordende populatie. Mensen die worden opgenomen zijn vaker ouder. We hebben sowieso een vergrijzende samenleving. En bij die mensen die dan ook ziek zijn, benauwd zijn en vaak infecties hebben, zijn ze vaak toch wat meer in de war en hebben een hoger risico om te vallen. Het is prettig om dat vroeg te kunnen signaleren. Als je ziet dat die patiënt veel meer beweegt in bed, en dat geeft ook dit systeem aan, dan kan je als verpleging daar meer aandacht aan besteden, kan je sneller langs gaan. Je kan ook acuut reageren, je krijgt een soort noodsignaal op het moment dat de patiënt echt heel veel beweegt en dreigt uit bed te gaan. En we hebben ook wel het idee dat we daarmee het vallen van patiënten kunnen voorkomen. En ja, dat is natuurlijk voor de patiëntveiligheid een enorme stap vooruit. Franciscus Gasthuis in Friedland is een topklinisch opleidingsziekenhuis waar veel aandacht is voor innovatie, opleiding en wetenschap. Kijk voor meer informatie op www.franciscus.nl/stz.